Nicky, een boze aardappelteler dan, die heeft een statement gemaakt bij een supermarkt. Astrid Francis is dat uit Beemster. Zij heeft namelijk heel veel aardappels in haar schuur liggen. Maar zij zegt dat supermarkten aangeven dat die aardappels er niet zijn in Nederland. Die kijken dus buiten de deur, buiten onze landsgrenzen voor die aardappels. Nou, daar is ze pissig over en dus dacht ze, weet je wat, ik kom die aardappels wel gewoon brengen. Voor de deur van de winkel loosten ze zo'n 6000 aardappels. Ja, heel kwaad. Ik ben echt zo boos. Het kost heel veel geld om aardappels te telen. Je moet eerst poot goed kopen, dan moet je het in de grond stoppen. Het kost heel veel CO2-uitstoot, heel veel brandstof, heel veel energie. En vervolgens blijft het liggen en wordt het vernietigd. Want die koeien hebben ook genoeg. Er kan niks meer met die aardappels. En dan zegt de overheid, weet je wat, je krijgt een fooitje. Dan ga je net niet failliet. En daar doe je het dan maar mee. Maar die aardappels, ja, dan moet je zelf maar even bedenken wat je ermee moet. Maar ondertussen importeren we bergen aardappels, nieuwe aardappels, uit het buitenland. Daar doet de overheid ook maar mee. Gooi die accijns omhoog, gooi die belastingen maar omhoog, zodat ze gewoon niet meer te betalen zijn uit het buitenland. Ja, en ik zei 6000 aardappels, maar 6000 kilo was het. U heeft het gezien, een enorme hoop. Ja, mevrouw De Lange, importeren uit het buitenland, zegt deze mevrouw terecht. Zij raakt deze aardappels dus niet kwijt. Waar gaat het dan mis? Nou, ik denk op een aantal fronten. We hebben in een vorige crisis ook wel eens gezien dat supermarkten een crisis ook nog wel eens kunnen aangrijpen om onder contracten uit te komen. Dat noem je oneerlijke handelspraktijken. Daar hebben we wetgeving tegen gemaakt in Europa, gelukkig, want het is natuurlijk heel oneerlijk. Wat er ook misgaat nu is, we gaan niet meer naar het restaurant en cafés en we eten geen patat meer. Dus er is gewoon een enorm overschot. En ik denk dat we ook veel meer duidelijk moeten maken aan de kritische consument welke producten van dichtbij komen en welke van veel verder weg. Dus er is nu in Europa een discussie over bijvoorbeeld de CO2-impact. De mevrouw zegt het terecht, hè? Er gaat heel veel input in het maken van die aardappels. Maar ik doe het wel in de regio. Als er vervolgens aardappels worden ingevlogen van Malta of waar dan ook, nog verder weg, dan heeft dat ook een CO2- en een milieuprijs. Wij willen die graag veel meer zichtbaar maken en misschien wel meenemen in de prijs, zodat producten van dichtbij een eerlijkere kans hebben. Ja, maar zou er dan ook geen duidelijkere regelgeving moeten komen om in eerste instantie te kijken naar alles wat nog in eigen land ligt, voordat je bijvoorbeeld naar Malta gaat? Nou, kijk, dat is me net even iets te simpel, want als wij zeggen we houden het tot aan de grenzen van Nederland en niet verder dan dat, is dat misschien voor deze mevrouw heel erg fijn. Maar voor alle mensen die hun melk helemaal niet zo ver weg, maar bijvoorbeeld net naar Duitsland brengen of net naar België. Ja, weet je, we zijn geen eiland. Anna zei het al, 70% van onze export gaat naar Europa. Dat is helemaal niet zo ver weg. Dat wil ik niet stoppen. Dus het is veel meer eerlijkere regels. Dus het aanpakken van die oneerlijke handelspraktijken, wurgcontracten die je soms hebt. En het duidelijker maken aan de consument. Dit komt van dichtbij. En misschien wel het meerekenen in de prijs van de vervuiling, hè, de CO2-prijs van producten die van ver weg komen. Dat zou kunnen.